Vandaag die wedstrijd tegen Maassluis, altijd een angstkeker voor jullie, hè? Ja, en ook vandaag alweer. In de zin van dat je een rommelige wedstrijd krijgt. We hebben toch altijd moeite met deze tegenstander. We begonnen nu goed. Vorige twee edities stonden we na 3 minuten met 2-0 achter, nu niet. We komen 1-0 voor. Ik denk zelfs 2-0 voor, maar niemand kan het waarnemen, dus dat is geen verwijt. Maar het gevoel had dat die onderkant lat situatie misschien wel een goal was. Maar goed, dat zullen we nooit weten. En ja, dan is zuur dat je na de rust uit zijn slecht verdedigde corner, een beetje pech, maar ja, die rolt er dan in 1-1. Daarbij hebben beide trainers daarna 2 keer gewisseld. En daarna hebben we het laatste half uur alles geprobeerd voor de winst, denk ik. En ik denk dat wij de kansen gehad hebben, zowel voor als na de rust, om 3 punten te pakken. En ja, dan is het misschien zuur dat je 1-1 speelt. Maar ik ben blij dat we in ieder geval tegen een ploeg waar we de afgelopen 5 keer van verloren nu een resultaat hebben geboekt. Voelt het dan toch een beetje als winst of dat niet? Nee, want je hebt de kans ook gezien. We hebben niet groot gespeeld, maar we hebben er wel voor gestreden. Naarmate de wedstrijd vorderde hebben we steeds meer overhand gekregen. We hebben de kansen gehad. Ja, en ik denk dat we na de rust 2-3 100% kans hebben gehad. En dan moet je hem zelf maken. En dan zou je verdiend gewonnen hebben. Maar goed, oké. Gegeven de situatie en gegeven de inzet van de jongens en het feit dat ze er alles aan gedaan hebben, dan kan ik leven met een punt. Die van Walter die moest er echt in, hè, voor open goal. Ja, uiteindelijk tuurlijk. En daarna schoot hij nog een keer in de korte hoek, bijna raak. Ja, die jongen die brengt zoveel energie in, want na de wissel met hem, moest je kijken wat een power hij erin gooide. Dat is gigantisch, hè. Daardoor konden we veel hoger druk zetten. Hij speelt gewoon hartstikke goed, maar hij moet die goal maken. Hij moet even dat eerste doelpuntje voor zichzelf op dat bord schieten. Daar kan niemand hem bij helpen. Dat is gewoon af en toe de kans gebieden en dan komen die momenten vanzelf. En ik kan alleen maar genieten van dat ventje, want ja, die aflatende... Die laat nooit af, dat wou ik eigenlijk zeggen. Die gaat ervoor, die maakt vuile meters, die gaat duels aan. Nou ja, goed, en dat hij moet maken, ja, dat weet hij zelf ook. Nee, maar dat is ook het leerproces. Het is een jonge jongen. En de grap is dat we eigenlijk ook bij het tweede wel met hem bezig zijn. Van, die doelgerichtheid moet omhoog. Hij maakt daar misschien 15 of 25 goals dit seizoen, dat weet ik nog niet, want dat loopt nog. Maar ook daar zie je dat hij die eerste kans, als hij het maakt, ja, dan is hij ook een spits die er gelijk 2-3 kan maken. Maar ja, goed. Hier leert hij weer van en ik denk maar zo, hij komt in de positie. Hij heeft de power om op dit niveau te spelen. Maar zijn doelgerichtheid, dat blijft een leerpunt. En nu je ook nergens meer van speelt en al veilig bent, is het ook wel het moment om dan zulke jongens de kans te geven, toch? Ja, nou ja, goed. Vincent die had het moeilijk in het begin van de wedstrijd. Daarna had hij een heel sterke fase in de wedstrijd. Zette hij Sargon in de eerste helft nog een keer leven de keeper. Ja, dan weten we dat Vincent een jaar niet gespeeld heeft. Dus meestal na een uurtje dan zijn de knollen wel op, zoals ze dat zo mooi zeggen. Nou, en dan is het toch prachtig om Walter die kans te gunnen. En dan vult hij dat ook goed in. En we zullen de komende weken kijken hoe we daarmee omgaan. Wie we speeltijd gaan gunnen. En we kunnen wel met z'n allen de blikken vol ons seizoen richten. Maar we moeten ook dit seizoen gewoon nog een aantal goede resultaten proberen te boeken. Want om nou 8 wedstrijden als vriendschappelijk te beschouwen. Je wil ook gewoon aan het einde merk je ook toch wat irritatie bij beide partijen. Dat vind ik mooi. In de zin van, je moet er wel voor spelen. Je moet ervoor gaan. En je moet niet de beroemde nachtkaas gaan zoeken. Nee. Wij willen gewoon een hartstikke leuk einde aan dit seizoen breien. En dat kan alleen als je gemotiveerd en scherp speelt. Nou, ik kan niet zeggen dat we goed gespeeld hebben vandaag, maar ze waren wel gemotiveerd en ze hebben zeker geprobeerd om scherp te zijn. Ja, afwerking vandaag onvoldoende, daardoor geen 3 punten.